Die Voice of Holland producent ITV ligt zwaar onder vuur nu het door hen betaalde rapport over de misstanden bij het programma is gepubliceerd. Mediaprominenten als Angela de Jong, Bert van der Veer, Tina Nijkamp en Yvonne Kolderweijer hebben het gevoel dat betrokken partijen vooral druk zijn met het schoonvegen van straatjes. Peter van der Vorst, de programmabaas van RTL, houdt zich ondertussen stil. Hij beloofde een jaar geleden aan de talkshowtafel van Bo van Erve Dorens op afstand mee te kijken bij het onderzoek, en zei: wat ik gevaarlijk vind is om steeds dat onderzoek in twijfel te trekken. Niemand heeft er belang bij dat er een slecht onderzoek gedaan wordt. Juist dat fragment werd gisteravond weer uitgezonden in de talkshow van Bo. De presentator daarna, even in zijn defensie: Dit is een tijd geleden en toen dachten we eigenlijk, volgens mij, allemaal nog dat het een heel groot onderzoek zou worden. En nu blijkt het zich helemaal toe te spitsen omdat het voor de stakeholders en aandeelhouders is van ITV. Sebas Dijkstra, die slachtoffers van The Voice bijstaat, vindt echter dat Peter zich toen al verdacht naïef opstelde. Heel eerlijk, Bo, toen Peter van der Vorst dit zei, hebben zelfs heel veel advocaten in columns gezegd van, hoe kan een advocaat als onpartijdige club dit onderzoek doen? Die advocaten waarschuwden er al voor. De cliënt bepaalt. Bo denkt dat RTL niet tevreden kan zijn met dit onderzoek. Dit is toch niet wat RTL wil? RTL wil toch eigenlijk gewoon over die hele breedte van 2010 tot 2020 antwoorden hebben op wat daar gebeurd is. Hoe het heeft kunnen gebeuren, wie er verantwoordelijk voor zijn, welke slachtoffers er zijn, ik voel echt van: wat is dit eigenlijk? Het stoort Bo. Eén ding is zeker: het is een ontzettend wollig, onvolledig en onbevredigend rapport. Het kan de prullenbak in. Wat nu? Moeten we al die slachtoffers teleurstellen? Het is allemaal voor niks geweest. Het gaat allemaal uiteindelijk om geld. En niet om de slachtoffers, zegt hij in zijn show, die opvallend niet terug te kijken is. Tina Nijkamp, oud SBS-baas, stelt in op 1 dat het inderdaad allemaal om geld draait. Het gaat hier niet om twee tientjes, maar om tientallen miljoenen euro's die zowel ITV misloopt als RTL als John de Mol. Het gaat om heel veel geld en dat vind ik een beetje uit het rapport uitspreken: dat het heel erg om geld gaat en niet om de slachtoffers. RTL heeft in een statement laten weten het gesprek aan te willen gaan met ITV. Tina, ik dacht wel meteen: nou, dat gesprek had je eigenlijk al een jaar geleden moeten voeren. Ik vind dat een beetje een rare reactie van we gaan in gesprek. Het is meer dat ze zeggen: wij wisten van niks. Ik denk dat dit misschien ook wel juridisch ingestoken is. Tina vult in haar Instagram stories aan dat RTL ook heel afhankelijk is van ITV. Ze schrijft, RTL heeft van ITV veel programma's in het schema, weet ik veel met Bo, het perfecte plaatje met Tel, Beat the Champions, oh wat een jaar, verslaafd. Best wel afhankelijk dus. Oh ja, ook de grote RTL-hit Married at First Sight wordt door ITV gemaakt.